Hallo allemaal, ik ben dus Manon en ik ben zoals ze gezegd hebben 11 jaar. En in oktober heb ik een prijs gewonnen voor European Digital Girl of the Year. Omdat ik mij inzet voor meer meisjes in technologie en omdat ik ook bezig ben met programmeren en alles rond technologie. Ondanks al die dingen was dat eigenlijk heel verrassend dat dat kwam, want ik had totaal niet verwacht dat ik die prijs kon winnen of dat ik heel veel kans maakte, omdat er heel veel inschrijvingen waren. Maar dus, hier sta ik dan, ik heb hem toch gewonnen. Maar ik ben wel blij dat ik misschien zo toch een voorbeeld kan zijn voor andere meisjes. Ik zit zelf sinds dit jaar, het was heel spannend, in het middelbaar. En ik heb voor een algemene richting gekozen. Wel was het een grote stap, omdat ik van een vriendenschool kom. En daar waren er altijd computers beschikbaar en waren er heel veel projecten waar we aan konden werken. Dus dat was wel een heel groot verschil met mijn vorige school. Dit zijn foto's van mijn vorige school. Op de foto's zie je een code dojo, waar je eigenlijk kunt leren programmeren. Die we uitzonderlijk in de klas zelf hebben gedaan, omdat de leerlingen dat heel tof zouden vinden. En dat was heel leuk, dat heeft goed uitgepakt. En op de andere foto zie je eigenlijk twee van mijn klasgenoten die aan het brainstormen waren over de Technologie-Olympiade, waar we vorig jaar aan mee hebben gedaan. Het was een heel leuke ervaring en je ziet ook dat we daar zo konden brainstormen op het smartboard. En dat we hadden ook heel veel computers in de klas, zoals je ziet. En we mochten daar altijd wel op werken aan ons project of zo. En als er geen computer vrij was, dan konden we altijd wel een van de juf gebruiken of zo. Dus daar kwam ik wel veel meer in contact met technologie. Wat is nu eigenlijk mijn boodschap voor vandaag? Is dat eigenlijk tieners de toekomst zijn, de volgende generatie. En dat er eigenlijk, vind ik, meer technologie moet komen in het algemene middelbare onderwijs. Omdat er kinderen zijn van mijn leeftijd die denken, ik zal maar een algemene richting gaan doen, want ja, als die dan toch niet lukt, dan zal ik maar een technische richting gaan doen. Want ja, ze zien dat een beetje als tweede keuze. En veel meisjes denken dan ook van, ik ga het enige meisje in mijn klas zijn. En ik ga ook geen beste vriendin hebben in mijn eigen klas. Dus daar zijn ze dan een beetje bang voor. En ook al doen ze het graag, gaan ze dan toch eerder voor een algemene richting kiezen dan een technische, omdat ze het veel meer en liever toch wel die technische richting doen, maar ze gaan dan toch een algemene richting doen, omdat ze denken, ja, ik ga het enige meisje in mijn klas zijn. Maar waarom dat ik dat ook wil, is dat er eigenlijk programmeren en alles van technologie is ook de taal van de toekomst. Het is ook heel leerzaam, want je leert creatief bezig zijn en heel probleemontlossend. Als er een probleem is, dan moet je het sowieso oplossen, want anders lukt het natuurlijk niet. En daarom vind ik ook dat dat sowieso iets moet komen in het algemene onderwijs ook en niet alleen in het technische. Hoe het voor mij eigenlijk allemaal begon, is bij de Code Dojo. Dat is die plaats dat ik had gezegd waar je kunt leren programmeren. En ik ben degene die eigenlijk helemaal vooraan zit. Die dag was ik echt vastgeklampt aan mijn computer. Ik was zo gefascineerd dat ik iets van programmeren kon. En ik dacht echt dat ik dat niet ging kunnen, want dat was met eentjes en nulletjes normaal gezien. En ik dacht, dat ga ik nooit kunnen. Maar uiteindelijk kon ik dat op het einde van die dag ook. En ben ik nooit meer gestopt met programmeren. Dus dat heeft mij echt wel. Dus de eerste stap was dat om echt wel door te gaan met technologie en programmeren. Ook zie je mij hier bezig aan het solderen op de technologiedag vorig jaar.
Dat is mijn Arduino. Met Arduino kun je allemaal robots maken en zelf programmeren. Je ziet mij ook met een Lego Mindstorms robot. Ik heb vorig jaar meegedaan aan de Lego Mindstorms wedstrijd. En toen heb ik die ook voor een deel zelf geprogrammeerd. Natuurlijk met mijn groepje dan. Maar het was om daar te zijn was wel een heel leuke ervaring. Je ziet mij ook met deze robot. Die heb ik nu mee vandaag. Dit is eigenlijk Bobbel, noem ik die. Omdat er een bobbel op zijn bovenkant zit. Dit is eigenlijk mijn eerste robot geweest. Die heb ik zo'n 4 jaar geleden gemaakt. En ik was nog klein. Ik was 8 jaar, denk ik. 8 of 7 jaar. En dit is eigenlijk de robot geweest, of de technologie van toen geweest, die echt mij heeft aangezet om naar die Code Dojo te gaan en ook om alles te leren. Hij kan vooruitrijden en iets opnemen en opnieuw afspelen. Nu is dat, vind ik dat normaal, dat een robot dat kan. Maar toen was dat echt wauw, hè. Bij Code Dojo ben ik ook een kindercoach. Daar leer ik vooral kinderen coderen, programmeren dan. En ook als ze vastzitten, help ik hun met mijn problemen. Maar hier help ik geen kinderen, maar volwassenen. Dit was een heel speciaal evenement voor CXO's van grote bedrijven. En zij konden totaal niet programmeren. Ja, we hebben ze dat dan die dag ook geleerd. En als ze weggingen, konden ze effectief programmeren. We hebben dat met heel veel plezier gedaan en dat was een heel leuk evenement. Ook vorig jaar heb ik Nelly Kroes en haar commissie voor de digitale agenda leren programmeren. Nelly Kroes zelf heb ik heel veel geholpen en zij had het idee om een film te maken over vlinders die vliegen en dingen zeggen. En zij kwam binnen en zij had dat idee al, maar ze dacht dat gaat nooit lukken, want ik moet dat nog allemaal maken en ik moet dat nog allemaal leren. Dus zij dacht, ik ga dat niet kunnen, maak jij maar een deel, zodat ik toch iets kan voorstellen op het einde. Want dat is het gebruikelijk bij een Code Dojo die we daar hebben gedaan. En uiteindelijk heeft ze, met hulp van mij dan wel, haar, ja, een beetje hulp heeft ze wel gekregen. Maar ze heeft haar eigen filmpje kunnen maken. En het was heel mooi. Ze heeft het dan ook kunnen voorstellen. Maar Nelly Kroes kan dus programmeren nu. Vorig jaar heb ik in de datanieuws gestaan met de winnares van vorig jaar, Lune. Misschien van gehoord, ik weet het niet. Dat artikel gaat over meisjes in technologie en over het onderwijs en hoe dat wij dat allemaal beleefd hebben, het onderwijs en het lagere onderwijs en wat dat we daar allemaal hebben gedaan op technologie ook, in onze klassen al. Ik ben ook naar het STEM-event in Brussel geweest vorig jaar. Daar heb ik heel veel ministers ontmoet, of toch een paar. Hè. En wat ik daar heel leuk vond, is dat je dingen kon uitproberen en maken met 3D-printers en zo. En ik heb heel veel nieuwe dingen leren kennen die ik eigenlijk nog niet kende. Dus dat was heel leuk en leerzaam. Nu, om af te sluiten, wil ik eigenlijk een oproep doen aan de minister van Onderwijs nu. Ik weet niet, waarschijnlijk zit ze niet in de zaal. Maar ik hoop toch dat ze die boodschap misschien via iemand zal krijgen. Maar ik vind het dus heel belangrijk dat er meer technologie komt in algemene richtingen van het onderwijs, omdat dat gewoon belangrijk is en dat is de toekomst. Wat ik nog ga doen, is spreken in het Europees Parlement in maart. Ik hoop dat jullie misschien of toch een paar kunnen komen kijken. Het zou heel tof zijn om jullie daar terug te zien. Het gaat over meisjes en vrouwen in technologie en het onderwijs ook. Bedankt om te luisteren alszins, denk ik. Als jullie geluisterd hebben, toch. Maar jullie kunnen mij volgen op mijn blog.
Daar schrijf ik allemaal dingen op over wat dat ik allemaal heb gedaan en hoe dat ik dat ervaren heb. En of dat, dat als ik ergens naartoe geweest ben, of dat dat aanraders zijn om zelf ook eens uit te proberen. Ook kun je mij volgen op mijn blog, op mijn Twitter-account. Ik ben juist begonnen voordat ik die prijs heb gewonnen, dus ik heb misschien nog niet heel veel volgers. Dit is een redelijk recente foto. Maar ik hoop dat jullie mij nu allemaal gaan volgen. Dan heb ik kei veel volgers. Maar ook als jullie mij niet gaan volgen, toch bedankt om te luisteren.